Nou, de situatie is dat we in Zuidoost ook in 2018 een situatie hadden waarin er zeker al een heel actief buurtplatform, zoals we dat nu noemen, buurtorganisatie in de K-buurt was. En dat had een positieve uitstralingseffect naar zeker ook de G-buurt. En het betekent dat wij nu in de toekomst, dat wij verder gaan met de buurtbudgetten, ook hiervan geleerd hebben. En ook aan andere buurten de gelegenheid geven, als zij dat zelf wensen, om hier gebruik van te maken. Maar een aanvullende vraag, waar is de keuze voor de K-buurt op gebaseerd? Want het lijkt wel of de heer De Jager zegt, ja, die stond buiten iedereen kijf, die moest sowieso meedoen. Waarop is die keuze voor de K-buurt gebaseerd? Was ook een kans geweest dat er twee andere buurten waren geselecteerd? Omdat de K-buurt eigenlijk al veel langer bezig was zich te organiseren, zeg maar ook al een organisatie had gevormd, zich actief manifesteerde in de buurt en ook een plan heeft ingediend als buurt, op welke wijze zij als zelforganisatie zouden willen komen. En dat soort plannen en initiatieven waren er niet elders in Zuidoost. Maar bijvoorbeeld in de K-buurt, nou, daar zou je toch wel van kunnen zeggen dat dat misschien wel de trots ook van Zuidoost is, want daar gaat het juist heel goed. En daar ben ik zeer tevreden over en daar werken we ook goed mee samen. Voorzitter, om eventueel te kijken of we weer wijkcentra's kunnen openen. Want dat deden die mensen vroeger altijd. Daar werd alles besproken met de buurt. Dus graag ook daar antwoord op. Dank u wel, voorzitter. Wethouder. Dank u wel, voorzitter. En voorzitter, ik wil mevrouw van Soest er wel op wijzen dat we hebben geen bestuurscommissies. En in die zin kun je daar ook geen budgetten onder brengen. Maar binnen de stadsdeelorganisaties Ja. vind ik een heel verstandig punt. En wijkcentra, ik heb het idee dat we daar ook bij de begroting nog over komen te spreken. Maar een wijkcentrum is toch echt iets anders dan deze vorm van participatief begroten. Zoals we conform coalitieakkoord natuurlijk ook eerder hebben afgesproken en ook met elkaar hebben vastgesteld in de raad. Inderdaad, we hebben overwogen om de subsidieverstrekking via woon te doen, maar dat bleek juridisch lastig. Er is geen sprake van dat er wantrouwen was ten opzichte van wie dan ook. Zoals we hebben kunnen leren, ik denk dat dat een belangrijke aanbeveling is van ook de hogeschool, is dat je als je community building als een belangrijk doel formuleert, dan is die ondersteuning echt heel belangrijk. Wel eens gehoord dat er discussie was over het draagvlak, maar dat is echt iets anders. Omdat ook, nou ja, eigenlijk over elk bewonersplatform natuurlijk ook wel eens wat discussie is, ook bijvoorbeeld bij Hart voor de K-buurt. Nogmaals, denk ik dat we nu de conclusie moeten stellen dat we daar nog meer sturing en nog meer begeleiding in moeten zetten. Maar tegelijkertijd wil je ook dat een buurt daar zelf of een organisatie daar zelf initiatief in heeft. Kijk, ook bij de K-buurt zou het echt buitengewoon zonde zijn als je daar een hele sturende ambtelijke organisatie opzet, die in die zin dan een informeel verband, een bewonersorganisatie, eigenlijk kapot regelt. Dus nou ja, dat is het lastige. Om dat in de K en de G-buurt te doen, en dat hebben we gedaan. We hebben geëxperimenteerd omdat we verschillende vormen van buurtbudgetten in wilden voeren. In mijn eigen stadsdeel, in Stadsdeel West, gaat dat op een hele andere manier. Wat ik overigens ook een hele leuke en interessante manier vind, die weer andere voordelen heeft. Ik denk dat het de evaluatie en de punten zoals we die bij Agenda Punt 20 zien, ook laten zien dat buurtbudgetten een hele belangrijke functie kunnen hebben en voor een buurt ook heel belangrijke resultaten kunnen boeken. En daarin ook echt een dynamiek binnen buurten op gang kunnen brengen. Dus het is echt in die zin om te kijken, hoe kun je nou mensen in hun buurt ondersteunen om te zorgen dat daar mooie dingen gebeuren. En het is niet gooi maar geld, het is geen helikoptergeld. Ook hier lag gewoon een activiteitenplan aan de grondslag. Waren er regels conform de Amsterdamse ASA? Maar er is iemand geweest die kwaadwillend is geweest. En dat is een hele slechte zaak. En ik ben heel blij dat we bijna het gehele bedrag terug hebben, want ik baal hier natuurlijk net zo van als ieder ander.